Yes, leuk dat jullie kijken. Vandaag ga ik weer met Sjoerd trainen. Jullie kunnen hem nog kennen van de 180 kilo bankdruk, maar deze keer gaan we wat anders doen. We gaan namelijk naar een speciale gym in Zwijndrecht, Get Pro, waar ze 80 kilo dumbbells hebben. Ik heb nog nooit 80 kilo dumbbells gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Het enige nadeel van vandaag, het wordt een beetje gehaast, want de gym sluit om 3 en we komen daar om 2 uur aan. En dat heeft te maken met dat ik in de ochtend een personal training klant heb. Wil je trouwens ook een personal training? Ga dan even naar mijn website. Maar ik zie jullie zo in de gym. Instagram had ik gezet, waar moet ik trainen jongens? En heel veel mensen zeiden dat hier het echte werk is, zware dumbbells. Dus we gaan hier trainen jongens, ik heb er zin in. Dus ja, rekening houden. Goed, dus? Ja, de beesten. Daar is een beesten, Jezus. Hij kreeg ook gelijk wel wat support, hè? Wat volgertjes. Ja, ik heb echt 900 volgers erbij gekregen. Ja, echt, ziek man. Ja, moet dat wel, man. Je hebt zo goed gepresteerd. Ja. Je hebt al een keer 60 gedaan, toch? Ja, ik heb 70 ook een keer. 70? Ik hoop dat 80 gaat lukken vandaag. Ja, precies. Het zal echt leuk zijn. We gaan het zien vandaag. Daar heb ik gewoon moeite mee, man. En wat kan jij denk je aan met dumbbells? 60 hoop ik. Ben je nou al jarig geweest, of niet? Ja, ik ben vandaag jarig. Echt? Ja, vandaag. Nee! Ja. Ja. Gefeliciteerd, ja, gozer. 18 jaar. Ja, dat is wel mijn titel minder leuk nu. Ja, hè? Nee, geintje. Ja, een beetje wel. Nee, nee, maar. net 18 jaar. Lekker Sjoerd. Dat worden vandaag. Oh, het kan wat leuker jongens. 60 kg. Kijk even hoe makkelijk die 60 is gaan. Heerlijk. Nice. Boom. Let's go, man, go! Let's go. Push. Ziek. Push. Lekker. Ja, man. Zo, heerlijk. Ik heb even wat vragen gesteld aan mijn Instagram, de vragenfunctie gebruikt. En ik ben benieuwd wat er allemaal binnen is. Hoeveel calorieën eet je per dag? Ik was alleen een schema laten maken voor mij. Bij een vrouw die verrekent je caloriebehoefte uit. Ja, precies. Dat kwam ongeveer uit op 4500 calorieën per dag. Ja, is best wel oké. Ja. Met hoeveel kilo benchpress begon je? Dat is wel een leuke vraag gelijk. Ja. Voordat ik begon met trainen, toen ik begon met trainen. Ja. Toen bench ik eerst op de Smith machine. Oh ja, precies. Dus, ja, ik ook eerlijk gezegd. Op een gegeven moment overgestapt naar normaal bankdrukken. Ja. Dat ging naar 80 kilo gelijk. Dus ja, dat is wel echt grappig. Oh, lekker. Heb je ook voorbeelden, legendes? Iemand waar je net tegenop kijkt, behalve ik dan. Daar moet ik eigenlijk even over nadenken. Larry Wheels, volg jij hem? Ja, ik volg hem ook. Ja. Dat is ook echt niet normaal. Ja, precies. Het is ook wel leuk dat hij nog droog is ook. Ja, en sterk is. Ja, vind ik ook. Ja. Zeker. Ben je nog aangekomen? Hoeveel weeg je? Ja, nu weeg ik 97. 97, oké. Ah ja, precies. Ben je nog van plan om powerlifting wedstrijden te doen? Ja. 4 en 5 april is het NK bankdrukken. Ja. En daar wil ik wel graag aan meedoen. Ja. Oké, sick man. We gaan 70 pakken. De grote jongens zijn er. 70. KKKG. Gaat ie daar? Kijk, dat is een golf of mij. Ja, precies. Zo, we gaan nog even door eigenlijk, maar ja. We willen het zwaar, hè? Ja, nu begint het zwaar te worden. I'm a soldier. Oké, jongens, 80-80, samen 160. Hij heeft natuurlijk 180 kilo gebenched. Maar ik ben ook wel even benieuwd hoe zwaar is hij om hem alleen al omhoog te tillen. Oh. Hele grond wild. Jezus. Je elleboog niet, jongen. Ja.
Hype stap. We zijn erbij, man. We gaan doen, man. We gaan doen, Sjoerd. Kom maar. Ja, kom. Gaan doen. Gaan doen. Ja hoor, ja, ja. Ja hoor. Ja, oké. Kom op, kom op, kom op. Ben nu los. Kom maar, Sjoerd. Kom maar. Kom, 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 kom. Goed zo, jongen. Goed zo, klopt. Easy, easy. Ja, niet klaar, man. 3. Lussen in. Zo! Lekker. Ja, dat is een enge shit, man. Jammer zonder stoppen. Oké. Dit is gewoon ziek. Je hebt hem wel even getild. We laten nog even over 5 minuten. Even iets van 74 wat je wel gewoon bijna in je eentje aan kan zetten. Ja, precies. Jongens, je moet wel even begrijpen. Dit is gewoon super gevaarlijk, weet je. Het is echt... Ja, het is niet gewoon even simpel een gewichtje verplaatsen. Don't try the setup. Bankdrukken daarin is stukken veiliger. Ja, dit kan alle kanten op gaan. Dus we gaan toch even weer terug in gewicht. We hebben die 70 best wel makkelijk gedaan. Dus ik denk 74. Ja, ik denk 74. Ja. Come on, man. Sterk. Come on, man. Sterk. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Ja hoor, zie, you got this. Solo, kom op! Nog één. Goed zo, kom maar. Kom maar, shoot, kom maar, shoot, kom maar, shoot! Bah. Lekker, ja. Wel helemaal solo, niemand aangeraakt. Trots zijn, man. Ja hoor, Sjoerd gaat hier even 140 maxen. 140 kilo max met Sjoerd. Ja, binnenkort op YouTube. Misschien morgen al. Kijk hem even gaan, heerlijk hoor. 140 kilo. Nice man. Toch even een solid 8 hè? Ja. Ja man. Is kapot. Dat was het voor vandaag qua liften. Oké, de gymsessie zit erop. Ja. En we gaan nog even de laatste vragen beantwoorden die de mensen hebben gesteld. Anabolen. Ja, dat is wel iets wat je veel onder de comments voorbij zag komen. Ja, echt heel veel, ja. Dat vind ik wel jammer. Maar ik wil wel even gelijk benadrukken, ik gebruik geen anabolen. Nee, ik ben het ook niet van plan. En mensen gaan meestal anabolen gebruiken als tegen een soort platform aanlopen. Ja. Ze kunnen bijvoorbeeld niet sterker worden of niet groter worden. Ja. Maar ik had er zelf ook nog totaal geen last van. Dus het heeft voor mij ook nog helemaal geen zin om anabolen te gaan gebruiken. Nee, precies. Hoeveel kinderen eet je per dag? Wat voor supplementen gebruik je? Ik gebruik alleen pre-workout en proteïnepoeder. Okay. Verder niks. Nee, dat was het denk ik, man. Stuart, was weer super vet om met je te trainen. Hebben jullie nog voor de volgende keer een leuk video-idee? Laat het ook even weten. Volg Sjoerd ook even. Zijn Instagram staat in beeld. Mijn Instagram staat in beeld. Dat was hem. Like, abonneer. En ik zie je bij de volgende. Later.